Een goedemorgen en leuk dat je kijkt naar wederom een nieuwe video. Ik ga iets bijzonders doen, vind ik zelf, wat je kan doen in huis. Zojuist zijn de nieuwe maatregelen aangekondigd. Vanavond komen ze nog door de minister-president, worden ze echt op tv in een persconferentie gedaan. Maar er is al wat gelekt en er gaat echt een heleboel dicht. Er komt echt een harde lockdown aan. Dus ik had een plannetje. Nikki die werkt natuurlijk als personal trainer en het is nog niet helemaal duidelijk of hij kan blijven werken. Omdat het 1-op-1 trainingen zijn waar wel 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Maar laten we even uitgaan van het slechtste. Dan hebben we thuis een plekje nodig. En Nikki had best wel vaak gevraagd of gezegd, zit hij een beetje te klagen, dat hij aan de keukentafel moet zitten en dat hij eigenlijk een bureau wil. Dus nu heb ik het plan om het kamertje hiernaast als een soort kantoortje in te richten voor Nikki, zodat hij daar lekker kan werken aan zijn, aan zijn online dingen. Misschien kunnen ze online coaching of daar content voor maken. Dus dat ga ik nu doen voordat ik iets anders ga doen, want dat is wel een beetje belangrijk. Dus laat ik het even aan jullie zien. Kijk, dit is de kamer waar we eigenlijk niks aan gedaan hebben. Dit ga ik dus even opruimen. We gebruiken het nu voor kleding, kast, Nagini's bak. Die gaat dan ook dus weg. De kleding rekken, wassen, dat doen we allemaal hier. Dit ga ik dus eventjes helemaal poetsen en ik laat het jullie zien als we er klaar mee zijn. Dat is raar, hè, Nagini? Ik heb de hele kamer leeggehaald. Oh nee, de vensterbank niet, zie ik nu. En gedweld. Dus nu eventjes drogen en dan ga ik hem inrichten. Ondertussen komt er een pakketje van Nintendo. Ik denk een kerstpakketje van Nintendo. Hoe leuk! Ik ga het even openmaken. In het pakketje staat lekkere chocolademelk. Een superleuke Super Mario beanie. Een kalender van 2021. En een Happy Holidays kaart. Oh, een leuke kerstkaart. En nog een soort advent chocolade kalender. Yummy! Projectje kantoor staat er zo voor. Maar de volgende beeld, dan, wat ik ga laten zien, dan is het gewoon klaar. Dus dan vervel ik jullie niet met dit project. Zijn jullie klaar voor de reveal? Kijk eens aan. Een nieuw kantoortje voor Nikki. Dat is een muur met allemaal schilderijtjes die uiteraard aangevuld moeten worden. Die heb ik zelf geschilderd. En Nikki is ook op het moment iets aan het schilderen. Dus die kan hier mooi bij. Dan heb ik een stoel. Die had ik nog staan. Dat is eigenlijk mijn extra stoel als er iemand mee komt gamen. En ja, die heb ik dus hier neergezet. Oh, wacht even hoor. En dan heb ik hier plantjes neergezet, gordijnen opgehangen. En dan heb ik hier een kaarsje neergezet, agenda, die ik net van de Nintendo had gekregen. Een kaartje voor Nikki met succes in je thuiskantoor. En de chocolaatjes geef ik ook aan Nikki, want die is er veel blijer mee dan ik. Dus ja, mooi thuiskantoortje. Leuk. Dat vind jij zo sterk. Ja, dat was ook echt heel zwaar. Ja. En dan ik altijd op alles een pand, tillen. Snap jij alles zelf? Nee, ik deed op mijn pantoffels, ging bijna dood. Ik gleed bijna van de zoldertrap af. Wat zit dan? Ja, die pakketjes kwamen binnen. Oh ja. Kijk, ik heb zelfs gordijnen opgehangen, hè? Hè? Hoe heb je dat gedaan? Met planten. Oh. Zaten hier al haakjes aan? Nee, de haakjes heb ik eraan gemaakt. Oh, erheen geprikt. Ja. Jongen, jongen, jongen. Ben je blij? Ja. Had je niet van? Zo je weg is en dit is ook mooi. Ja, er komt nog meer. Er komt jouw poster nog en alles wat we maken. Nou ja, ik heb nou al een mooie gamekamer. Goedemorgen, het is alweer, is het 15 december? Ik weet het niet. In ieder geval, het is de volgende dag. Gisteravond tijdens mijn stream hebben we de persconferentie zitten luisteren. En inderdaad, de sportscholen zijn dicht, maar eigenlijk is heel Nederland in lockdown. En ik merk gewoon dat er een soort treurigheid heerst nu op social media, maar ook iedereen die ik spreek via de telefoon. Iedereen is een beetje sad, maar het is even nodig en we weten het ook allemaal. We leggen ons erbij neer, maar dat haalt niet weg dat het niet leuk is natuurlijk.
En ik zit een beetje in die mood. Ik heb nergens zin in vandaag. Dus ik ga maar stomme klusjes doen die ik dan niet hoef te doen als ik wel ergens zin in heb. Snap je wat ik bedoel? In ieder geval, deze doos stond gisteren dus op de, wat nu werkkamer van Nikki is, kantoortje. En er zitten allemaal oude kleren in, zelfs nog kersttruien. Dus deze doos ga ik gewoon helemaal eens even uitzoeken wat er weg kan. Wat ik misschien aan jullie kan geven. Er zitten heel veel game gerelateerde dingen ook bij. Dus dat ga ik nu even uitzoeken. Ik heb ook even de wintersportdoos van zolder gehaald. En dan heb ik alle wintersportkleding in deze bak gedaan. Dus hier zit nu al mijn wintersportstuff in wat ik heb. En ik heb niet zo superveel. En dit zijn alle normale kleding. Hier nog wat game shirtjes die ik wel leuk vind om te dragen op stream. Dus die heb ik nog apart opgevouwen. Daar ga ik een plekje voor vinden. En Nikki heeft ook een trui gestolen van mij. Ja, hij staat jou echt veel beter. Hij staat mij toch gewoon goed, hè? Ja, hij staat is een beetje... Ik moet gewoon niet zo doen. En bukken, dat is ook een beetje no-go, maar... Ja, ik vind het wel... Hij is wel cool bij jou. Bij mij was het echt zo'n slobber trui. Maar bij jou is het gewoon een goede trui. Dus die heb ik gedoneerd aan, aan Davy. Hij heet Nikki. Hoe kom ik dan met Davy? Oké. Ik heb nog een paar truien die ik moet opvouwen. En dan ben ik klaar hiermee. Gisteren heb ik dit thuiskantoor gemaakt. Maar het moest toch echt gebeuren dat ook deze kast eventjes aangepakt wordt. Ik heb van de zomer gewoon alles ingeflikkerd. Zodat het opgeruimd was. Maar ja, nu moeten we er toch echt eventjes orde in scheppen. En ook even wat dingen wegdoen en zo. Want ik heb echt van sommige spullen... Ja, dat gaat gewoon naar de kringloop. Dat hebben we eigenlijk, gebruiken we niet. En ik denk dat iemand anders er veel blijer mee van kan worden. Dus deze kast is nu aan de beurt. Dit is de kast voor nu. Hier had ik nog niet heel veel zin in. Maar in principe is dit nog redelijk opgeruimd. En op stapeltjes. Bovenin alleen, heb ik nu alleen nog maar de dekbedden die ook daadwerkelijk op ons dekbed passen. Of op ons bed. De andere passen wel op het logeerbed, maar daar wordt veel minder op geslapen. Dus die kunnen mooi naar zolder. Dan heb ik hier nog mijn kant. Kijk, onderin zitten dan de schoenen. Broeken. Ja, dat is zo'n klein dingetje. Dat is ook Nikki's spul. Dus dit is nou eigenlijk Nikki's kast. Voor nu prima, denk ik. Netter dan dit ga ik het niet krijgen. Nu moet ik alleen nog eventjes dit uitzoeken wat weg kan, wat we kunnen houden, wat naar zolder moet en noem maar op. Maar het is voor nu goed. Zo, ik ben boven een soort van klaar met opruimen. Nee, klaar niet, maar wel een heel eind opgeschoten. Nikki is nu weg, want die ging een tent opzetten bij de sportschool, want 1-op-1 trainingen mogen gelukkig nog. Dus ik ben heel blij voor Nikki dat hij niet zonder werk komt te zitten. Nu heeft hij wel 2 weken vakantie straks. Dat begint zaterdag. Dus dat heeft hij lekker geregeld. Precies in die lockdown lekker vakantie. Hoeft hij niet buiten les te geven. Maar ik dacht, ik ga eens eventjes jullie erbij pakken. Want dit is hoe Nikki's hoofd werkt. En ik vraag me af of meerdere mannen zo werken in hun hoofd. Kijk. Nikki haalt een bloemkool, want hij heeft zin in bloemkool. En denkt hij, oh ja, wacht, dan haal ik er boomstammetjes bij. Dus ik zeg, dus we eten bloemkool met boomstammetjes. En wat nog meer? Ja, dat weet ik niet. Dat moet jij maar verzinnen. Dus wij eten dit vanavond. Ik ga maar vast koken. Ik denk dat ik nog wel ergens aardappeltjes vandaan kan toveren. Kijk, ik weet dat ik niet moet klagen... Want hij doet tenminste boodschappen en hij denkt een beetje mee, maar... Oh, dit is zo grappig. En het mooie is dat hij aan de telefoon zegt... Oh, dan haal ik wel kip en wok groente en rijst. Lekker makkelijk. Zo, ja, dat is goed. En dan komt hij thuis met een bloemkool. Ja. We hebben wel weer een kerstkaartje. We hebben al een kerstkaartje van Nikki, nee, van Marla gehad. Van mijn ouders. Van Nintendo, maar ik heb er nu nog één gekregen. Dus we gaan even kijken van wie die is. Oh, pushes. I love it. Oh, dit is een heel lang verhaal. Ricardo en Kim. Oh, lief. Dankjewel. Oké, heel even lezen.
liefdevol en gezond nieuw jaar. Veel liefde. Oh, zo lief. Dankjewel. En die pushes. Dan ken je mij echt goed, hè? Als je zo'n kerstkaartje opstuurt. I love it. Dankjewel. Ja, ik heb misschien een dom vriendje, maar ik ben zelf ook niet de meest snuggere. Ik had net gekookt. Rode peper gesneden. En toen dacht ik, oh, je kriebelt aan mijn oog. Dus ik doe ze vol in mijn oog. Oh, en dat is helemaal pijn. Het doet echt super veel zeer. Dus ik heb een watje met micellair water erop. Om een beetje de hitte te drukken. Maar oh, wat doet het zeer, jongens. Dus ik ben ook een dommie.